gaan door. Hij is inmiddels aan tafel gaan zitten en u heeft hem net al gezien. Alex Klaassen, hartelijk welkom. Dank je. Technisch was het even niet te doen allemaal. We gaan even naar een instart uit Alles is Liefde. Instart? Ja, een filmpje uit Alles is, uit de film Alles is Liefde. Daar speelde je een iemand die meedeed aan live action roleplay. Sjoerd. Dat zag Linda de Mol ook. En toen dacht ze, die heb ik nodig voor Gooise Vrouw. Zo is het gegaan. Ja, dat schijnt je. Dat zei ze. Dat hoorde ik ook later. Maar gaan we even kijken wat zij zag dan. Even kijken. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Nou, de baron van Ulsendek heeft een alliantie gesloten met een gifmenger uit Galandriel. En dan hebben de boselfjes gelekt. En dat is natuurlijk allemaal heel vervelend. Dat snap ik ook heus wel. Maar ja, hoe Kees reageert, is echt niet normaal. Want? Ik wil me nergens tegenaan bemoeien, hoor. Maar het gaat niet zo heel erg goed met Kees. We hebben heel erg het gevoel dat... We kunnen er heel lang naar kijken, want het is een heerlijke film. Het is het juryrapport van Linda de Mol. Ze zei, je hebt maar een paar zinnen. En dat doe je dan toch zo leuk. Toen dacht ik, dat is hem gewoon voor Gooise Vrouwen. Die pruik deed ook een hoop. Maar het was leuk. Maar ja, je bent al best lang met van alles bezig, cabaret en zo. En ineens doe je dan zo'n rol in een hele succesvolle serie, Gooise Vrouwen. En ineens kent iedereen je. Ja, dat is best bizar, ja. Nou, dan wordt ze echt heel goed naar de 2 miljoen kijkers of zo. Ja, hysterisch, dus, ik loop ineens op straat en het is... dat is hij, dat is hij. Ja. Dus dat is wel heel gek. Ook al zie ik dan natuurlijk iedere week weer hysterisch uit en onherkenbaar eigenlijk. Maar toch is het blijkbaar iets wat mensen dan toch herkennen, ja. Maar je komt uit zo'n ja, wij zeggen altijd een beetje zo'n Farahhoek, noemen we het. Een beetje linksig, ja, zo van... Ja, is het dan ben je ineens best commercieel bezig, laat ik het zo zeggen. O, ja? Maar omdat kopswerkers heb gedaan, bedoel je? Nou, ook. Ik weet niet, het is niet dat ik daar heel erg mee bezig ben geweest. Van ik ben heel erg alleen maar van de publieke om op een helemaal niet. Mag ik zeggen dat ik je heerlijk vond om naar te kijken bij Gooise Vrouwen. En hier zien we je in allerlei foto's wat je allemaal hebt aangehad. Het is elke keer net iets anders. Wie is eigenlijk de styliste van de Jari? Van de stylist Jari? Wie heeft jou gekleed? Dat is een vrouw, Sheila heet ze. Ja. En dat was... ja, dat is voor hun echt wel een feest, was het om te verzinnen, ja. En heb je daar ook zelf inbrengen? Of dat je zegt, nou, ik wil nu dit en nu dat? Of... Ik heb zelf op een gegeven moment ook gezegd, het lijkt mij heel leuk om... op hakken een keer. En het lijkt me heel leuk om een keer heel erg punk. Dus ik heb er zelf over na mogen. Wie is de inspiratiebron? Is het Mike de Boer? Is het, wie is het? Het is eigenlijk gewoon Mike de Boer, Leko Zadelhof, Tom Sebastian. Hoop. Marie. En dat in het kwadraat. Dat is eigenlijk een beetje. Zullen we kijken naar een leuke scène? Ja. Ken jij Erwin Bartels? Boets Bartels, ja, wie niet? Je hebt het niet van mij, hè? Tell me everything. Niet. Ja, haal in godsnaam je mond, hè. Krikkrak. Ja. Heb jij misschien nog die kleine monstertjes? Want het gaat heel hard. Iedereen neemt ze mee. Ja, lekker, dankjewel. De vraag is, komt Jari nog terug in Gooise Vrouwen? Ja. Mooi, dan weten we dat. Dat is goed bericht. Dat is weer nieuws. Ja, ik kom terug in Gooise Vrouwen. En ooit groot in kopspijskers met allerlei typetjes. Jij bent ook druk met alle typetjes. Jij toch ook? Ja, ik ook, maar jij meer dan ik. Hoezo jij meer dan ik? Je doet het zelf. Jij doet er 20 en ik doe er ook een paar. Ja, jij doet er 18. Nee, goed. Hang verhaal. Maar jullie gaan een typetjeshow maken, hoor. Ja. Beetje, heb je het nog niet gehoord? Ik heb helemaal niks van. Nee, ik kwam binnen, ik zag ineens. Wil je een paar foto's zien misschien? Ik wil het eigenlijk niet. Nee, we moeten het even bij. Jij hebt het ook natuurlijk gedaan bij kopspijkers. Ja. Is dat waar het allemaal begon? Eigenlijk wel, ja. Nou, ik had een cabaret-duo met Martine Zandvoort. Ja. En daar deden we eigenlijk ook al wel typetjes in die voorstelling. En dat zag Jack Spijkerman. En naar aanleiding daarvan vroeg hij onze kopspijkers. Ja, jullie allebei, ja. Maar daar is het een beetje wel begonnen qua bekendheid of zo. Ja. Toch omdat het zo leuk is, willen we je even zien als Marco Borsato. En dan komt hij weer. Als er straks 2 miljoen zullen zijn, gaat je dochter dan veilig naar school? Zal het mooi zijn op aarde en fijn in de trein? Als er straks 3 miljoen zullen zijn. Dat je geweldig kan zingen. Want ik heb hier de recensies van jou. Tenminste, dat had ik. Dat heb ik even aan hem laten lezen. Nou, die krijg je straks mee naar huis. Geweldige recensies. En het gaat allemaal over je nieuwe theatershow. Eindelijk alleen. Met solo. Solo. Solo-voorstelling, ja. Ben je ook helemaal alleen? Ik ben helemaal alleen. Ik heb alleen een technicus die de muziekjes instart en het licht doet. Maar verder sta ik helemaal alleen op het toneel. Ja. Hoe eng is dat?
Ik vind het niet zo eng. Het is wel een beetje eenzaam. Het is vooral, dat zei ik van de week, of had ik niet over hem over nagedacht. Maar als je in de kleedkamer zit, dat is zo raar. Want je merkt aan niemand anders dat er een voorstelling gaat plaatsvinden. Ik ben echt op een gegeven moment, zodra de zaal openging, in de coulissen gaan staan om maar te horen dat het publiek was. Om maar te kunnen geloven dat het gaat gebeuren. Er zitten nog mensen in de zaal ook, ja. Gelukkig. Maar afgelopen maandag was je première. Wat ik lees aan recensies, ik heb het helaas niet kunnen zien, maar iedereen is lyrisch. Ja, het was leuk. Ik heb gelachen. Hoe heb jij die volgende dag de kranten bekeken? Dat is natuurlijk toch eng en spannend. En gelukkig waren ze goed. Dus ik was heel blij wat er gebeurd is. Dit is uit de voorstelling. Dit is een bepaalde voorstelling heet dus inderdaad Eindelijk Alleen. Heel veel typjes lees ik in de recensies. Wat doe je allemaal? Kun je daar iets over vertellen? Hier speel ik een paaldanseres met een... ik heb een string aan hier. En die paal, dat is waar ik naartoe wijs. En hier sta ik aan de paal. Leuk. Maar het is een aaneenschakeling van typetjes. Heel met de paal. Alleen je blijft wel, je gaat niet wel met pruik aan de gang of wel? Nee, ik doe alles. Ik heb ondergoed aan. Ik zit hier in een hemd en een boxshorts. En af en toe trek ik deze pumps aan als ik een vrouw speel. En dat is eigenlijk het enige... Je trekt heel vaak pumps aan, heb ik het gevoel. Speel jij ook met Barbies? Ik heb tot twee keer over pumps gehad nu. Dit gesprek. Speel toch met Barbies? Ja, zeker wel. Ik speel met Barbies? Ja. Zit er een boodschap in? Want je hebt het ook op een gegeven moment over een drol, geloof ik, in het programma. Maar zit er los van de drol die je bezingt als Marco Borsato, geloof ik. Zit er nog een boodschap? Is dat alleen maar lachen? Wat wil je bereiken? Ik doe je eigenlijk niet aan boodschappen. Ik vind dat boodschappen altijd tussen de regels door moeten zitten. Dus ik speel gewoon 10 verschillende mensen, mannen en vrouwen, met allemaal een als gemeenschappelijke delen dat ze alleen zijn. En dat kan alleen in positieve zin zijn. Blij dat ik eindelijk alleen ben. En alleen in de eenzame zin. En dat is wat ze gemeen zijn. Maar ik heb niet ik zeg niet... Jij ook alleen? Of heb jij iemand leuk? In mijn liefdesleven? Ja. Dat bedoel je bij Life Cooking? Beter, ja. Wij willen dat weten, bij Life Cooking. Ja. Je bent alleen? Nee. Je bent niet alleen? Jawel, ja. Je bent er wel alleen? Ja. Oké, goed. Maar dat geeft niks. Wie vangt jou dan op? Tijdens, na of voor een voorstelling? Wie? Wat is je klankbord? Wie helpt jou? Vrienden. Ik heb een hele fijne vriendenclub. En die zoek ik op en die zoeken mij op. Dus Arjen Edeveen zit in de zaal, is een goede vriend van je. En die zegt dan wat hij ervan vindt. Arjen heeft nog niet. Die is wel bij repetities geweest. En die is dan heel hard tegen me en dat is heel goed. Wat heeft hij gezegd wat je denkt van... dat is wel hard dat hij dat nou heeft? Nou, Arjen zegt bijvoorbeeld... ik kan altijd dingen heel erg vast willen leggen. En omdat ik ze scherp wil maken. En weet je, dat het echt heel strak wordt. En Arjen zegt van laat dat nou gewoon eens een keer los. En probeer gewoon ook eens een keer iets dood te laten vallen. Omdat dat ook iets kan opleveren. Ja, dat stond ook een beetje in de recensies. Dat een beetje van, je zou iets meer met het publiek mogen doen. Dat stond er één of zo, maar ik weet niet of het waar is. Je durft geen risico te nemen om uit je karakter of uit je... Nee, maar dat is ook wat... Kijk, ik ben niet iemand die, zoals Mark-Marie Huijbrechts op het toneel staat, rechtstreeks met het publiek praat. Ik moet altijd iemand anders spelen om tegen het publiek te kunnen praten. Dus wat dat betreft is het een vierde wand. Waarom is dat eigenlijk, dat je iemand anders moet spelen? Ja, dat vind ik leuk. Maar heb je niet op een gegeven moment de behoefte om te zeggen... dit ben ik zelf. Grappig genoeg, maar dat heb ik uit de voorstelling gegooid. Wat natuurlijk ook wel weer waarschijnlijk ergens goed voor was. Dat ik ging op een gegeven moment... ging ik mezelf spelen. Dan zei ik tegen het publiek, ik voel heel erg dat jullie de echte aansluiters willen zien. Dus ik ga nu proberen mezelf te spelen. Dan zet ik een pruik op en dan een neus op. En dan had ik mijn kleren en maat groot. En dan zeg ik, dan ben ik nu een typetje van mezelf. Dan ga ik nu proberen iets heel persoonlijk. En toen zette je een neus op? Ja, als ik een typetje van mezelf spelen, wat je dan doet met typetje, is jezelf uitvergroten. Dus wat is karakteristiek aan mij, mijn neus? Dan zeg ik dat. Je ging jezelf persifleren. Ik ging een typetje van mezelf maken. Ja. Maar geen succes. Dat is er niet uit. Nee, je merkt ook dat het helemaal niet. Maar het gekke is, het gekke is, want je spreekt hier, je bent hier Alex Klaas, nu speel je van een beetje onzeker. Ik ben ook een typetje, hoor. Ja, volgens mij ook. Is dit ook een typetje? Ik geloof het. Nee, maar je zit hier wel een beetje, terwijl ik van mensen die geweest zijn, het was fantastisch, het was geweldig, het is lachen, het is een heerlijke voorstelling. Dat moet je zeggen, daarom zeg ik het even voor je. En het is te zien door het hele land tot maart 2010. En ik wil alleen maar zeggen, ga dat zien. Vind je dat ik het goed doe? Ja, heel maar fijn. Jij doet het niet. Bedankt. Komt allen graag. Ja, zo het is namelijk ontzettend leuk. Alex Klaas.